Welkom allemaal. Mijn naam is Kobus Bijker. Ik ben docent bij de Hans Hogeschool. En in het kader van het vak netwerken practicum, netwerken praktijk mag je ook zeggen, wil ik jullie wat meer gaan vertellen over het Spanning Tree Protocol. Als je in een datacentrum komt en je ziet er hele dure grote switches, of je mag een keer een dure switch uitpakken en klaarmaken voor installatie. Kom je al heel snel achter dat de poorten op die switch er veel langer over doen om up te gaan. Het kan soms wel 15, misschien wel 30 seconden duren voordat ze up gaan. Nou ja, dat is bij sommige applicaties natuurlijk dodelijk. Denk aan bijvoorbeeld DSCP, hè, dat er 15 seconden gewacht moet worden tussen de server en de client. Dan is meestal de verbinding verbroken. En vooral deze tijd. Spanning Tree Protocol is een protocol wat overal eigenlijk al aanstaat op een switch. Dus je hoeft daar eigenlijk niet zo heel veel mee te doen. Maar als je er geen kennis van hebt, dan kun je het ook niet fine-tunen. En dan kun je het ook niet aanpassen op het moment dat het nodig is. Spanning Tree Protocol, het doel daarvan gaan we het straks over hebben. Maar in ieder geval, dit is een belangrijk mechanisme om te leren te begrijpen van wat gebeurt er nou precies in een netwerk met meerdere switches. Om Spanning Tree beter te begrijpen, moeten we eerst misschien even kijken wat het nou precies doet. Wat is nou het doel van het Spanning Tree protocol? Waarom zit het nou in eigenlijk elke switch? Daarom heb ik hier een voorbeeldje van een netwerk weergegeven. Daar zien we een stuk of vier switches, zoals je ziet. We zien wat wireless netwerk, we zien een WAN-verbinding, we zien verschillende groepen clusters PC's die allemaal een printer hebben. Nou goed, een mooi voorbeeldnetwerk. Stel nou, om wat voor reden dan ook, is er een of andere idioot die bedenkt, ik ga een UTP-kabel gebruiken om die twee switches die je ziet staan via een rode UTP-kabel te verbinden met elkaar. Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Misschien denkt die netwerkbeheerder, wat het ook mogen zijn, dat hij de verbinding voor de printer sneller maakt in geval dat één printer uitvalt. Dan kan de tweede printer bij de andere cluster de printopdracht overnemen. Er kan een goede gedachte achter zitten, maar toch is het gevaarlijk. Ik zal je laten zien waarom. Stel nou dat een van die PC's in het midden van de cluster een broadcastbericht verstuurt. En dat kan ook heel snel, hè. Je moet je voorstellen, een broadcastbericht is een bericht voor iedereen. Iedereen die maar eventjes kan luisteren, die kan het bericht ontvangen. Daar is voor bedoeld. Het kan een bericht zijn dat een PC wat meer wil weten, of de DSCP-server zoekt die. Nou, broadcastberichten heb je al heel veel in het netwerk. Nou, wat doet een broadcastbericht? Die wordt verzonden door een PC. Komt bij de switch aan, de middelste switch, onderste switch moet ik zeggen. En die wordt dan doorgestuurd naar alle poorten waar een actieve host, een actieve interface, een actief apparaat mee verbonden is. Behalve dan waar het broadcastbericht vandaan komt. Dat doet een switch met een broadcastbericht. Nou, dat gaat een beetje als volgt. Let op, we beginnen vanaf de midden onder. Nou, je ziet het bericht wordt ontvangen door de bovenste grote core switch. Die is verbonden met de server. Nou, die gaat dan dat bericht zo en zo doorsturen naar alle poorten. Dus ook de switch helemaal aan de rechterkant onderaan. Die ontvangt ook het broadcastbericht. Die stuurt het ook overal weer doorheen. Maar het gevaar is nu, hij stuurt het ook terug naar de switch waar het vandaan kwam. Middenonder. Nou, wat gebeurt er dan? Dan gaat het verhaal zich weer herhalen. Dus die switch middenonder stuurt opnieuw zijn broadcastbericht weer terug het netwerk in. Nou, je zag net de animatie. Dan blijft dat bericht doorgestuurd worden. Nou, wat krijg je dan? Een broadcaststorm. Ja. Een broadcaststorm heeft allerlei gevolgen. Soms zit je een vogeltje hoort fluiten, maar dat eigenlijk niet. Dat is mijn koekoeksklok,
Maar in ieder geval, een broadcast storm zorgt ervoor dat uiteindelijk de performance van het netwerk, zeker in tussen die drie switches waar we het over gehad hebben, heel slecht wordt. Uiteindelijk kan er geen berichtje meer verzonden worden. Dat duurt ongeveer 30 seconden. En ja, alle PC's die daar ziet staan, die clusters onderaan, die kunnen eigenlijk niks meer. Die kunnen niet meer naar de printer aan de andere kant. Ook de switches zelf, die raken overbelast. Die moeten continu aan de gang met het lezen van berichten. De servers zijn niet meer bereikbaar. Nou, je krijgt hele rare storingen door. Dus dat moet een spinning tree protocol gaan voorkomen. We gaan zien hoe. Goed, broadcast storms moeten we dus voorkomen. Hoe doen we dat? Nou, als we naar een nieuw netwerk kijken, zien we al heel mooi, eigenlijk al een boomstructuur. Wat valt op? De root zit beneden, de wortels. En daarbovenaan zijn de takken helemaal tot aan het wireless toe. Met switches en een layer 3 switch die als root dient. En allerlei end devices. Die kun je vergelijken met de blaadjes. Nou, hoe kunnen we nou eigenlijk de lussen voorkomen? Want de lussen, hadden we gezien in het vorige slide, die veroorzaken heel duidelijk de broadcast storms. Zijn hier in dit schema ook een aantal lussen die we, ja, waar we wat aan zouden moeten doen? Hoeveel zijn het er en wijs eens aan? Nou, ik zie drie er eentje. Zie je, die veroorzaakt een driehoek tussen switch 1, 3. Nou ja, goed, en nog een aantal andere switches. Hier zien we ook een lus. Daar zouden we ook maar aan moeten doen. Hier zien we ook een dubbele lus. Dat is een dubbele verbinding tussen twee switches. Het zou bijvoorbeeld twee UTP-kabels kunnen zijn of twee glasvezelkabels. Hier zien we nog eentje. En tenslotte, als laatste tussen switch 2 en de multilayer switch. Goed. Ja, eigenlijk kun je het ook redundantie noemen. Redundantie wil eigenlijk zeggen dat je meerdere verbindingen maakt naar bestemmingen. Dus bijvoorbeeld een access point Wi-Fi AP1. Die heeft in dit schema nog steeds meerdere verbindingen, meerdere mogelijkheden naar de route, naar het internet toe. Dat is natuurlijk heel functioneel voor het geval dat er een kabel uitvalt of er gebeurt iets anders geks. Zou een complete switch eruit vallen? Stel nou dat switch 4 wegvalt. Dan kan, als het goed is, access point 2 nog steeds een prima weg vinden naar internet toe. Helpt misschien niet voor alle wegen. Er zijn ook wegen te vinden waarvan je zegt, oké, als daar een takje wegvalt, dan valt ook de verbinding voor zo'n apparaat weg. Nou, dat doen we dus. Redundantie is dus nuttig. Redundantie is ook nuttig om een betere bandbreedte te veroorzaken. Dus als er veel netwerkverkeer is tussen switch 3 en de multilayer switch, switch 0, dan is het natuurlijk wel verstandig om daar wat meer bandbreedte tussen te bouwen door bijvoorbeeld een dubbele verbinding. Maar die dubbele verbinding kan dus een broadcast storm veroorzaken. Dus het idee van spanning tree protocol is om dit soort problemen op te zoeken automatisch in een netwerk. Dus de lussen eruit te halen. Maar ze niet helemaal uit te schakelen. Dus wat doen we dan? We zetten eigenlijk een interface van een switch op standby. Die staat als het ware klaar voor het geval dat hier ook en daar ook, hier ook. Goed. Nu hebben we het probleem van de broadcast storm opgelost met spanning tree protocol. Nu is misschien alleen nog de vraag: waarom nou precies die interface? Hoe weet spanning tree nou welke interface van welke switch die nou het beste kan pakken zonder de performance negatief te beïnvloeden? Want je snapt het al, als je bijvoorbeeld een parallelverbinding hebt tussen twee switches, een extra kabel, extra glasvezelkabel, extra bandbreedte, is wel erg jammer dat spanning tree dat eruit haalt. Nou, ook hierin zie je weer hoe belangrijk de kennis van spanning tree protocol eigenlijk is. In de praktijk kunnen we de parallelverbindingen voor extra bandbreedte kunnen we vervangen door een ether channel. Dan zien de switches dat niet als
meerdere kabelverbindingen, maar als één. Dan maken we een groep van die kabels, zodat het voor de switch, voor spanning tree protocol, lijkt alsof er één verbinding is. Dus dat is ook nog een oplossing die je nu niet in het plaatje ziet, maar nu snap je in ieder geval wat spanning tree protocol doet. Dan gaan we bij de volgende slides uitleggen hoe spanning tree protocol dit nou precies doet en wat voor algoritme zit hier nou achter. Goed, we gaan praten over hoe. Hoe werkt spanning tree protocol nou eigenlijk? Hoe kan spanning tree van een netwerk met allemaal switches een boom maken? Want een boom met uitgespannen takken, daar eindigen alle takjes natuurlijk bij een blaadje. En die takken groeien niet in elkaar, dus bij een normale boom heb je geen lussen. En zoals hier in het plaatje. En onderaan heb je een root. Dat is eigenlijk wat we met spanning tree protocol willen. En daar hebben we een hiërarchie voor nodig. Als we naar dit plaatje kijken, zien we drie switches met drie MAC-adressen. En we zien drie keer een prioriteit. Nou, zal ik straks wat meer over prioriteit gaan vertellen. Of in het Engels priority. Waarom gaan we een verkiezing houden? Nou, we willen eigenlijk van die drie switches weten. Welke switch gaan we nou eigenlijk onderaan in het netwerk zetten als root? Dat wordt eigenlijk de belangrijkste switch in het netwerk. Realiseer dat goed. Dat wordt de root bridge. En dan denk je, hey, Bijker maakt natuurlijk nu een vergissing. Hij bedoelt natuurlijk root switch. Nee, ik zeg echt root bridge. En je hebt ook te maken met een bridge ID. Je wint een verkiezing. Als je dus een bridge ID hebt. En die is laagste. Ik zal straks nog even over de regel gaan praten. Maar bridges waren eigenlijk de voorlopers van switches. In de jaren 90 ging men over naar bridges, die waren wat intelligenter. Maar er kwam ook wat ellende die men op moest lossen. Dat was natuurlijk die lussen en de broadcast storms. Dus het hele protocol spanning trees gebaseerd op bridges, dus die hele terminologie. Kom je steeds het woordje bridge tegen in plaats van switch. Goed, dat gezegd hebbende, hoe ziet dan een bridge ID eruit? Nou, een bridge ID bestaat uit 8 bytes, dus 64 bitjes. De bridge priority is dus aan de voorkant gezet van het getal. Je moet je voorstellen, je krijgt dus een binair getal van 64 bitjes, waarvan de most significant bit, die de meeste invloed heeft op de grootte van de waarde, als je het vertaalt naar een decimaal getal, zit natuurlijk helemaal vooraan bij de bridge priority. Terwijl de least significant bit, waar zou die zitten? Nou, aan het einde van het MAC-adres. Dus de bridge priority heeft best wel veel invloed op de grootte van het getal van de bridge ID. En aan de hand van de bridge ID kun je een verkiezing winnen. Als ik nu zeg tegen jou, of tegen jullie, de laagste bridge ID wint, welke switch wint dan de verkiezing? Denken jullie? Juist, switch C. Heel goed. Want je ziet dat het priority veld eigenlijk allemaal hetzelfde is, default. 32.000. Waarom nou 32.768? Dat heeft te maken met het feit dat 32.000 precies in het midden zit als je 16 bitjes hebt voor de bridge priority. 16 bitjes, vertaal dat maar eens naar decimaal. Wat voor getal kun je daar maximaal van maken, decimaal? Nou, 65.000, nog wat. Als je dat deelt door 2, zit je op 32.768, om precies te zijn. En het middelste getal is natuurlijk makkelijk voor de beheerders, want dan kunnen ze of omhoog of omlaag als ze de bridge priority willen veranderen. Want met de bridge priority kun je de verkiezing beïnvloeden, want je snapt al. Als jij niet wil dat switch C wint, en je wilt dat switch B bijvoorbeeld wint, kun je de prioriteit van switch B kun je aanpassen naar bijvoorbeeld 5. Want de regel is, de laagste bridge ID wint. Dus op die manier wordt de hiërarchie bepaald. Dan kun je natuurlijk afvragen, wat wordt dan de volgende stap? Wat heb je eraan als je de verkiezing wint? Nou, daar gaan we het bij de volgende slide over hebben. Even kijken.
Goed, Zwitser heeft dus de verkiezing gewonnen. Aan de hand van de regel, de laagste Britse ID wint. Want als we alles default laten staan, wint het laagste MAC-adres. Wat voor gevolgen heeft dit nou voor het netwerk? Op de eerste plaats gaan we nu alles zodanig instellen in het netwerk, bij alle switches, dat eigenlijk al het netwerkverkeer zoveel mogelijk door switch C gaat. De switch C krijgt voorrang op het netwerk. We proberen ook dus al het netwerkverkeer door die switch heen te laten gaan. Nou, hoe kunnen we dat dan doen? Nou, switch C, die zijn poorten blijven in ieder geval allemaal openstaan. Daar gebeurt niks mee. Daar mag Spanning Tree niks mee doen. Maar bij switch A en switch B betekent dat de poorten die rechtstreeks naar switch C gaan, ook altijd open blijven staan. Dat is belangrijk om te begrijpen. En er zijn dus de destination poorten blijven dus openstaan en de route poorten blijven openstaan. Wat betekent dat dan voor de verbinding tussen switch A en B? Nou, aangezien Spanning Tree protocol als doel had om de lussen te voorkomen, welke interface gaat die dan downzetten of welke verbinding moet er dan uit in dit geval? Juist, de verbinding tussen switch A en B. Die moet dus tijdelijk on-hold gezet worden, oftewel tijdelijk even uitgezet worden of standby is nog beter. Dat betekent ook dat je de volgende vraag moet stellen: welke interface wordt het nou? Wordt het de interface van switch A die naar B gaat, of de interface op switch B die naar A gaat? Ook daarin kunnen we weer dezelfde regel toepassen: laagste bridge ID wint, dus die mag zijn poort open hebben staan. En de andere poort gaat op standby. Nou, kijk, daar zie je het. Waarom heeft switch B het nou verloren? Omdat switch B een hoger MAC-adres heeft dan switch A. Dus switch A heeft het laagste bridge ID. Dus die zijn poort gebeurt eigenlijk niks mee. Die blijft gewoon up, groen, zoals je zou kunnen zien. Maar switch B staat op oranje. Wat voor gevolgen heeft dit nou voor een groot netwerk als je dit gaat toepassen? Ja, niet met 3 switches, maar misschien wel met 10 en allemaal verschillende merken. Nou, als je alles op default laat staan, zal natuurlijk de meest oude switch winnen. Zeker als het gaat om hetzelfde merk, als je allemaal Cisco switches hebt. Is dat altijd gunstig? Nee, want je hebt een slechte throughput dan. De poorten zijn misschien wel langzamer. De OS is verouderd. Dus dat zijn eigenlijk dingen die je wilt. En dan kun je ook afvragen, waarom doet Cisco dat dan? Cisco doet het natuurlijk niet zelf. Spanning Tree is een internationaal protocol wat door de IEEE wordt ondersteund en niet zozeer alleen door Cisco. Dus ook een HP-switch doet het en weet ik veel wat. Dan kun je afvragen, waarom doen ze dat zo? Nou, dat heeft te maken, het alternatief is dat je bijvoorbeeld al het hoogste laat winnen. Dat betekent iedere keer als jij een nieuwe switch koopt en je zet hem in het netwerk, dat die automatisch root bridge wordt en automatisch jouw hele LAN die je had met de bandbreedtes en die je had met de data, de pakketjes en noem maar op, de frames, die wordt dan op dat moment weer in duigen gegooid en je moet weer opnieuw gaan beginnen met Spanning Tree protocol te gaan ontwerpen. Dus dat is ook weer een nadeel. Omgekeerd gaan we er ook vanuit dat je dit soort dingen bewust doet, dus dat je het prioriteitsveld bewust gaat in gebruiken en instellen. Dus als jij graag wilt bij dit plaatje dat switch A wint in plaats van switch C, dat die root bridge wordt, dus dat switch A root bridge wordt, wat moet je dan doen? Moet je niet de MAC-adres gaan veranderen, dat mag niet, dat kan niet, hè. Dat zit ook fysiek ingebrand in de switch. Nee, dan kun je het prioriteitsveld kun je aanpassen. Dus in plaats van 32.000 maak je daar bijvoorbeeld 10.000 van. Dat betekent dat switch A, aangezien de priority veld vooraan zat, hè, met de most significant bitjes, dat die dan automatisch lager wordt ten aanzien van de switches die misschien op default ingesteld staan. Sowieso is het ook goed om na te denken van wat gebeurt er nou als switch A vervangen wordt. Of die gaat stuk, weet ik veel wat. Nou, ook in zo'n geval zou je het in je ontwerp natuurlijk het prioriteitsveld kunnen aanpassen. Het gaat er alleen om, dat is even de boodschap,
de Root Bridge. Hij trekt dus al het netwerkverkeer naar zich toe. Dat moet je gewoon goed realiseren. En dat moet eigenlijk de beste switch zijn op de beste plek in het netwerk. Een kleine oefening. Kijken of je het begrepen hebt. Welke switch zou nu de verkiezing winnen? Dan moet je dus kijken naar de Bridge ID of het MAC-adres. En de Bridge ID, heb je al gezien, heeft grotere invloed. Er is één switch die is veranderd qua Bridge ID. Dus, wat denk je? Uiteraard, die wint de verkiezing. Dat betekent dat al het netwerkverkeer richting S1 gaat. Even die lettertjes goed kunt zien in de switch. S1. Dat betekent voor de onderstaande PC's, PC 1 tot en met 3, dat eigenlijk de snelste weg naar PC 4 wordt altijd via S1. Dat weten we zeker, want wat gebeurt er nou eigenlijk tussen die twee switches, S1 en S2? Nou, niks natuurlijk, want die moet natuurlijk open blijven staan. Maar wat gebeurt er tussen S1 en S3? Nou, ook die verbinding moet zoveel mogelijk open blijven staan. Er mag niks mee gebeuren. Die moet gewoon volledig operationeel blijven. Wat gebeurt er dan tussen de verbinding tussen S2 en S3? En verbindingen tussen twee switches noemen we vaak een trunk. Dus bij VLANs wordt het verder uitgelegd. Daar ga ik nu niet te veel over zeggen. Maar wat gebeurt er dan met deze verbinding tussen S2 en S3? Die moet natuurlijk eruit gehaald worden om een lus te voorkomen en om broadcastverkeer te voorkomen. En broadcastverkeer in de zin van een broadcaststorm bedoel ik natuurlijk. Welke poort zou er dan uitgaan? Welke poort wordt dan tijdelijk op standby gezet? Wie krijgt de oranje poort en wie krijgt de groene poort? S2 of S3? Nou, goed kijken. Dan moet je dus kijken naar het MAC-adres in dit geval. En die is een beetje moeilijker. Maar als je goed kijkt, is volgens mij S2 is lager. Die wint dus. Dus dan moet S3. Die krijgt een poort oranje. Standby. Het is natuurlijk wel zo, waarom nou standby? Zodra natuurlijk er iets gebeurt met S1. Of liever gezegd, dus de verbinding tussen S2 en S1 moet zo snel mogelijk de verbinding tussen S2 en S3 weer opgezet worden, zodat de PC's 1 tot en met 3 weer bij PC 4 kunnen komen. En zodat we spanning tree zorgt er niet voor dat de tijdelijk uitgezette verbindingen altijd uitblijven natuurlijk. Die staan op standby. Zodra ze nodig zijn, gaan ze up. Ja, we terug naar het netwerk wat we als voorbeeldje hebben gebruikt in het begin van dit flitscollege. Nou, dan weten we nu waarom bepaalde poorten geblokkeerd zijn en hoe dat gebeurt. En hoe de lussen eruit gehaald worden door het Spanning Tree Protocol. Maar dan vraag je misschien af, hoe zit het dan met een super snelle verbinding die ik hier heb aangelegd voor het glasvezel? Van misschien wel 10 gigabit per seconde en ergens anders heb je een verbinding van misschien 10 mbit per seconde. Kijk Spanning Tree daarna. Ja, ook dat neemt Spanning Tree dus mee in het verhaal, zodat de snelle verbindingen de voorkeur krijgen boven langzame verbindingen. En dus waar de bandbreedte het grootst is, die verbindingen proberen we te behouden, mits het natuurlijk kan. Het hangt natuurlijk ook af van de verkiezing van de Root Bridge. Hè. Nou zie je hoe belangrijk het is om je daarmee te bemoeien als netwerkbeheerder. Goed, ik ga niet al die getalletjes uitleggen, maar wat wel belangrijk is om te zien, je hebt de oude Spanning Tree Protocol, de Legacy, dat is 1D, en je hebt de nieuwe Spanning Tree Protocol, dat is Rapid Spanning Tree met een R, dat zie je in het kolommetje helemaal rechts, en dan zie je de kosten die zijn wat nauwkeuriger uitgerekend met grotere getallen. En dat is dan de W-standaard sinds 2004 alweer. Nou, sommigen van jullie waren dat toen misschien nog niet eens geboren, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom, we gaan uit van de Rapid Spanning Tree Protocol. En die lost dit soort problemen binnen een seconde op.
Ja, ik wil nog even het oude tijdschema laten zien van de oude spanning tree protocol. Dan zien we dus blocking, learning, of listening, learning en forwarding. Nou, elke fase staat hier dat ongeveer wel 20 seconden kon duren. Dus dan voordat alle switches met elkaar verbonden waren, stel bij een spanningsuitval, een blikseminslag in een datacentrum, dan zou het ongeveer 80 seconden duren voordat alle switches, nou ja, aan de hand van de verkiezingen hebben bepaald welke verbindingen blijven open, welke lussen gaan eruit en welke interfaces gaan op standby enzovoort. Nou, natuurlijk bij de nieuwe situatie is dat niet zo met Rapid Spanning Tree Protocol. Dan heeft men gekozen voor een snellere verbinding. Maar wat wel altijd blijft, dat zie je bij een nieuwe switch nog steeds. Zodra jij een laptop aansluit op een switchboard, heb je nog steeds te maken met dat de switch toch moet gaan uitzoeken van ja, wat ben je voor apparaat? Ben jij een switch? Ben je een bridge? Ben je een laptop? Ben je wat anders? Als je dat niet configureert, die poort op een switch, dan loop je dus het risico dat je 10 à 15 seconden moet wachten voordat het lampje op groen gaat. Terwijl bij een oude switch, bij een goedkope switch, die je bijvoorbeeld met een MediaMarkt koopt, of Saturnus, weet ik veel wat, ja, dan zie je in één keer dat die zomaar plop, gaat die binnen een seconde, gaat die op groen. Dan denk je, dat is veel beter. Nou, die werken gewoon niet met Spanning Tree Protocol. Die gaan er niet vanuit dat je thuis allerlei switches aan elkaar koppelt. Maar bij een professioneel netwerk in het datacenter moet je er wel rekening mee houden. Dus wat heel belangrijk is, ga ook elke switchboard configureren wat voor soort apparaat er aan vast gaat gekoppeld worden. Dus als je zegt ik heb een switch met een switch en een trunk, nou, dan moet natuurlijk Spanning Tree werken. Maar als je een laptop aansluit rechtstreeks op een switch of je sluit een ander apparaat waarbij Spanning Tree niet nodig is, dan is het verstandig om port forwarding toe te passen. Maar je moet er wel goed over nadenken, want als je een access point er weer aan vastzet, dan is natuurlijk ook weer de vraag of Spanning Tree Protocol ook niet binnen die access point weer nodig is om de verbindingen uit elkaar te halen, ja of nee. Dus daarom is Spanning Tree belangrijk om te weten hoe het werkt, vertraging op te lossen, performance te verbeteren, maar ook ervoor te zorgen dat je niet standaard allemaal uit gaat schakelen, omdat je denkt, zit me in de weg. En daardoor krijg je lussen en dan krijg je een broadcaststorm en dan krijg je nog meer performance achteruitstand, oftewel het hele netwerk gaat plat. Dus dat is ook de reden waarom je moet weten hoe Spanning Tree werkt. Nou, ik hoop jullie genoeg geïnformeerd te hebben. Ik zal nog even de commando's plaatsen om te laten zien hoe je dus in een Cisco switch de poorten kunt forwarden, zodat ze niet Spanning Tree gaan toepassen bij bijvoorbeeld een end-device, zoals een laptop of wat anders. Nou, bedankt voor jullie aandacht en succes verder met het practicum.